Op de 54ste OAS-generale vergadering, die vorige week in Suriname werd gehouden, is positief gereageerd op de nominatie van Suriname voor de functie van secretaris-generaal van de OAS. Minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking zei vandaag op een persconferentie dat de verkiezing voor de hoogste functie binnen de OAS in maart 2025 zal plaatsvinden. Hij gaf aan dat Suriname op dit moment 18 stemmen nodig heeft om gekozen te worden in de bovengenoemde functie bij de OAS. Omdat één land zich heeft teruggetrokken, dus het OAS heeft 34 lidlanden op dit moment. Cuba en Venezuela zijn nog steeds formeel lid, ze tellen dus gewoon mee. En dat betekent dat je dus voor de verkiezing 17 plus 1 nodig hebt en dat is 18 stemmen. Suriname en CARICOM's kandidaat heeft op dit moment 14 CARICOM lidstaten die ondersteuning geven. En daarnaast ook een ondersteuning van Chile en van Peru. En de bedoeling is dat in de komende weken het overleg met een aantal andere landen die heel positief zijn, wordt opgestart. De campagne begint nu pas echt eigenlijk. Dat was ook de bedoeling. Ramdien gaf verder aan dat verschillende CARICOM-landen tijdens hun toespraken bij de 54ste OAS-generale vergadering hebben aangegeven dat ze de Surinaamse kandidaat ondersteunen. Ramdien benadrukte dat Suriname voor een lange tijd een bijzondere bijdrage heeft geleverd aan OAS. In het instituut zelf, verschillende personen zijn daar onderdeel van geweest. President Santokki in zijn functie als minister van Justitie en Politie. Een paar jaar geleden was voorzitter van SICAD, de organisatie die de bestrijding van illegale drugshandel op zich heeft. We hebben een paar Surinamers gehad als directeuren van OAS-kantoren in verschillende landen. Ik kan zo doorgaan, er is een nadrukkelijke aanwezigheid, maar het is nog niet voldoende. Ook het Caribisch gebied is nog steeds een vrij sterke Latijns-Amerikaanse organisatie. Minister Ramdien is de kandidaat van Suriname voor de functie van secretaris-generaal bij de OAS.